Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat stapelwolken over ons land en die brengen ook van tijd tot tijd een paar buien, kan zelfs een klap onweer bij zitten. En tussen de buien door is er ook wel ruimte voor een beetje zon. Temperaturen liggen zo op een graad of 16 in de ochtend, lopen vanmiddag nog wel iets op. Maar het blijft gewoon ronduit koel, met maximumwaarden van 17 tot maximaal 20 graden op een enkele plek in Oost-Brabant. De zon schijnt vanmiddag ook nog van tijd tot tijd. Langs de kust wordt het dan op de meeste plaatsen droog, maar in het binnenland valt nog wel een enkele bui. Het droge weer overheerst vanavond, met temperaturen die gaan dalen naar een graad of 15. Opklaringen, winnen terrein, steeds een matige. Misschien vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wat dat betreft weinig verandering, regelmatig buien, vooral in de ochtend onweer kan daarbij zitten. In de middag wordt het minder nat, maar niet helemaal droog met een aanhoudende kans op een klap onweer, maar wel meer ruimte voor de zon. Donderdag nog zo'n dag met magere temperaturen van 16 of 17 graden. Maar vanaf vrijdag zien we de temperaturen weer oplopen, neemt de kans op buien geleidelijk aan af, schijnt de zon vaker en komt de zomer dus een beetje uit de dip. Ik ben Marco Verhoef. We van Weerplaza.nl